Hallo kikkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Joen de Remus. Ik ga een inhalen Q&A even doen. Dames en heren, jawel, want er zijn redelijk wat vragen binnengekomen op Discord. En ik heb ook de website geüpdate. www.cycletv.be is ook waar geüpdate. Er zijn weer al een paar lampartjes ook toegevoegd. Dat ga ik ook even tussendoor even zeggen. Dus www.cycletv.be. En ik ga mijn muziek ook wat stiller zetten. Misschien heb ik zelfs weer wat copyright claims. En dat willen wij dus weer al niet. Hè? Dat is waar, hè, mensen? Dat is waar, hè? Dus valassa en valassa. Oké. Okay. Dus de Q&A van op Discord. Hier gaan we. Wanneer gaat je mijn vraag van 2 Q&A's geleden beantwoorden? Max 10 vragen per Discord gebruiker. Meer mag niet, want te veel werk zeker. Nee, het is aangepast. Dan Stingsmith. Ik ben weer eventjes weg geweest, want ik heb in het ziekenhuis gelegen met hersenzenuwenverlamming. Mijn hond is ook depressief, dus veel werk allemaal. Tjongejonge, verschrikkelijk. Anyway, hier mijn vragen na de afwezigheid. Hoe waren jouw afgelopen 3 weken in het kort? Werk je nog in Charleroi? Hoe is het daar? Dat was leuk. En nee, ik werk daar niet meer. Ik werk momenteel in Globachem in Brustum. En daar werk ik echt ontzettend graag. Dat is een heel goede team en al. En ik wil daar ook echt nooit of te nooit meer weg. Echt niet. Dus Globachem is zo'n bedrijf. Heb je al eens een hersenaandoening gehad? Pijn en verwarring alom? Nee, dat heb ik niet gehad. Ik ben te weten gekomen dat mijn buren, het zijn Chinezen uit China, iedere zondag hond eten. Wat vind je daarvan? Wat maakt een dier geschikt om op te eten? Schattigheid, intelligent, prijs. Ik weet niet hoe dat daar in China allemaal in zijn werk gaat. En ik weet wel dat zij ook andere eetgewoontes hebben dan wij. Mijn hond kost bijvoorbeeld €750, veel duurder dan steak, maar misschien ook lekkerder. Zou je proberen indien ja, dan maak ik hem af en nodig ik je uit. Nee, niet doen, want dat is dierenmishandeling hier in Europa. Hoe denk je dat de opkomst van kunstmatige intelligentie de toekomst van bijenteelt zal beïnvloeden? Dat moet je aan een natuurwetenschapper vragen. Heb je ooit al eens iets gedaan dat je liever niet zou gedaan hebben? En zo ja, wat en zo nee, top. Wat ik al iets heb gedaan wat ik liever nooit heb zullen willen gedaan hebben. Ja, dat was 1 dag heb ik gebasket en toen heb ik dat niet meer gedaan. Voilà. Doe je aan manscaping? Nee, daar doe ik niet aan mee. Wat is je lievelingsplaneet en lievelingssterrenstelsel? Ik heb geen lievelingsplaneet en geen lievelingsstelsel. Daar hou ik mij totaal niet mee bezig met die natuurwetenschappelijke gedeelten. Geloof je in sterrenbeeld? Nee. En wat is jouw sterrenbeeld, zowel Chinees als normale? Mijn normale is Scorpion en Chinese sterrenbeeld. Wacht, Chinese sterrenbeeld november. Even kijken. Is tijger. Voilà. Dus ik ben een tijger in Chinees. Heb je al eens een menopauze genomen van je vloggen? Ik weet niet wat een menopauze is. Eet je graag kreeft en krab en granalen? Wat is je lievelingszee-insect? Zalm. Dus ik eet geen kreeft, ik eet geen krab, ik eet geen granalen. Heb je al eens gekeken naar een film met zo'n complex verhaal dat je er niets meer van snapte? Geef eens een voorbeeld. Ah wel, de film waar ik het laatst op ben gaan kijken, Het Smelt, is een eentonige film, vind ik.
Ja, nee, het sloeg mij ook niet aan. Ik ben ook wel een gedeelte blij dat mijn vriendin ook naar buiten is gegaan op een gegeven moment. Want daar kwam ook iets in wat zij ook in real life heeft meegemaakt. En daarom zal dat gedeelte van haar dan ook boven water komen. En dat wouden we niet. Dus wij waren heel blij dat ze eigenlijk de cinemasaal in Genk heeft verlaten. Dan, ken je de hoofdstad van Afrika en die van Azië? Nee, ik ga het wel opzoeken. Afrika tot in Amerika. Afrika. Wacht hè. Hoofdstad Afrika. Addis Ababa wordt al decennia lang gebruikt als administratieve hoofdstad van het continent. Voilà. En dan nog van Azië. Wat is de hoofdstad van Azië? Eens even kijken. Taipei of Taipei. Taipei. Voilà. Mijn nieuwe vriendin, haar naam is woont in Stationsstraat Wing. Maar daar is geen station. Kan je dit verklaren? Dat kan ik niet verklaren. Dat moet je aan de gemeente zelf dan gaan vragen. Die vraag wat jij nu vraagt aan mij. Ik was nog even aan het tobben over de choco die je altijd eet. Is dat wel een evenwichtige voedingspatroon? Soms aan de lijn denken ook. Ja, ik weet het. Ik ben er echt verslaafd aan Nutella. Echt waar. Dat kun je het niet inbeelden. Oh mannetjes, dat is gewoon zo heerlijk. Hoe denk je dat je opkomst van duurzame cacao-productie de toekomst van choco zal beïnvloeden? Ja, dat ik minder choco ga dan eten als het duurder gaat worden. Hoe zou je groeiende populariteit van gigantische diëten en ingrediënten in choco beïnvloeden? Dat weet ik niet. Sommige woorden begrijp ik niet. Ingrediënten, wacht hè. Veganistische diëten. Wat houdt dat juist in? Ik weet dat niet. Oké, dan de vragen van DC. Kan een dier zwanger raken van een mens? Ik denk het wel. Ik denk het wel, maar ik ben niet 100% zeker. En kan een mens zwanger raken van een dier? Wel, DC, vraag dat eens aan een wetenschapper. Aan een wetenschapper die zal u daar dan rapper een antwoord kunnen opgeven dan ik. Want ik ben geen wetenschapper. Totaal niet. Ben je bang dat jij ooit nog eens per ongeluk een kind gaat verwekken? Nee, ik ben er niet bang voor. Ik sta daar zelfs voor open. Voilà. Emiel, omdat je deze vraag nog niet had beantwoord, welke smurf zou jij zijn als een smurf zou zijn? Liefsmurf, rappensmurf. Een manipulatiesmurf, grote smurf. Grote smurf, omdat ik ben de baas van Psycho TV, dus grote smurf. Al zeker geen stinksmurf, gezien mijn vragen systematisch genegeerd worden. Of mag ik ook geen meer zeggen? Nee, mag niet. En dan heeft Kipnons redelijk wat vragen losgelaten. Here we go. Hoe beschrijf je uw werk, beroep, functie aan anderen? Wel, ik ben in een vlinder, dus gelijk volgende week moet ik hoorde ik ook dat ik in Bewal Sint-Truiden moet gaan werken. Dus op een gegeven moment moet ik in Bewal Sint-Truiden werken. En op een gegeven moment moet ik bijvoorbeeld in Weert gaan werken, in Luik. Dan in Globachem, noem maar op. Wat is de kern van uw werk? Ik ben dus vlinder. Met welke deel van uw werk identificeert u zich het meest? Ik weet niet wat je daarmee bedoelt. Welke thema's of rode draden lopen door uw leven loopbaan?
Dat zijn echt heel moeilijke vragen waar ik totaal geen antwoord op kan geven. Het zijn wel heel mooie vragen, maar daar kan ik echt geen antwoord op geven. Wat voor soort conflicten heeft u op uw werk gehad? Overlaatst, ja, dat ik niet mee kon gaan naar Dreamhack toe. En een jongen, dat is een collega, die zei iets of die zei niks. Ik weet het niet en het niet. En die raakte mij ook aan. En dan in één keer vloog ik uit van, laat me met rust. En ik duwde hem ook weg tegen de band aan. Maar direct, een seconde later, zelfs nog niet. Ik denk direct er echt erna. Sorry, dat had ik niet zo bedoeld. Dat was dus mijn laatste conflict op het werk. Wat bent u meer ondernemer of meer analyticus? Dat weet ik niet wat dat betekent, analyticus. Welk drie kanten moeten bij u worden bijgeschaafd wanneer u bij ons in dienst zou treden? Als u nu kon kiezen, zou u dan dezelfde opleiding volgen als u heeft gedaan? Ja, omwille van bejaardenzorg, dat zit nog altijd in mij, in mijn hart. Ik wil ook oudere mensen gaan helpen. Dus nee, ik wil geen andere opleiding volgen. Misschien wel een bijscholing doen van logistiek assistent. Dan, wacht hè. Als u leven over zou kunnen doen, zou u het dan hetzelfde doen? Ja. Beschrijf uw leven eens in uw eigen woorden. Momenteel, klein beetje downheid heb ik in mijn leven momenteel. Omwille van dat ik ook niet ben mee kunnen gaan naar Dreamhack toe. Dat ze mij hebben weer liggen gehad. Ik ben wel betrouwbaar en al, dus ja. Beschrijf uw leven eens in uw eigen woorden. Ik ben vroeger ook gepest geweest en al, maar daar ga ik ook binnenkort wel eens een filmpje over maken. Ook van het verleden. Waarom wilt u leiding gaan geven? Omdat ik heb mooie ideeën, ook voor Cycle TV. Ik wil dat ook uitwerken, maar nooit alleen. Dus daarom wil ik ook leidinggevend zijn. Dat ik mensen heb onder mij staan, die mij dan ook helpen om naar hier te komen. Ook om dan ook te filmen en al, noem maar op. Wat is er eigenlijk zo aantrekkelijk, aardig, leuk aan leiding geven? Dat je je mensen ook kunt sturen en al. En ook bijvoorbeeld als er problemen zijn, die proberen ook dan ook op te lossen. Dat is altijd mijn doel in mijn leven. Stel, uw baas komt dronken op zijn werk na lunch. Wat doet u? Trek ander werk zoeken. Ik weet dat niet. Ik weet dat echt niet. Ik heb dat nog nooit in het echt eens meegemaakt. Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. Wat is u tijdens uw opleiding allemaal opgevallen? Dat ik het niet meer weet, want mijn opleiding is echt heel lang geleden. Wat zullen uw referenties over u zeggen? Dat ik goed betrouwbaar ben. Ik kan na een tijdje ook zelfstandig werken. Ik heb een mooie tempo momenteel. Dus dat zullen mijn referenties wel allemaal zeggen. Waarom? En ik ben ook een en al luisterend hoor. En ik ben ook iemand die andere mensen ook uit de nood wil helpen. Voilà. Waarom heeft u juist naar deze functie gesolliciteerd? Waarom heeft u juist naar deze functie gesolliciteerd? Ik ben toch nu niet aan het solliciteren. Waarom denkt u dat u geschikt bent voor deze baan? Welke baan? Ik ben nu toch niet aan het solliciteren. Is het een soort werk dat u echt wilt? Je hebt dat eigenlijk precies gekopieerd van een website. Want ik ben nu niet aan het solliciteren, dus waarom hebt u ervaring met in puntje, puntje, puntje? Wat wilt u in dit werk allemaal bereiken? Noem maar op. Dus dat is allemaal van geldvragen, dus daar ga ik dus niet meer verder op in. Sorry, Kipknons, als je dit hebt gekopieerd en geplakt, dus dat vind ik wel een klein beetje jammer eraan. Dus dan gaan we door naar Jan. Dag Dimi. Vraagje, mijn Mo heeft tickets voor Jong
Cocon. Heb je interesse om mee te gaan met ons, met kleine, dan zou dit heel leuk vinden. We kunnen je komen halen en terug thuis als het helemaal gratis. Laat je iets weten via de Q&A. Ik denk dat het nu al te laat is. Je klonk helemaal niet enthousiast over mijn couscous. Het wordt nothans met Fifi gemaakt. Ik snap niet dat je dat niet lekker vindt. Wat zouden we klaar moeten maken voor jou om je op gemak te voelen? Altijd welkom. Dus ik vraag heel rap, dus bijvoorbeeld als zij iets willen klaarmaken voor mij, maak mij gemakkelijk macaroni met kaas en hes klaar. Dus van die gemakkelijke gerechtjes. Of ik breng mijn eigen eten mee bijvoorbeeld. Of ik ga dan even naar de frituur toe. Dan ga ik daar wel even een frietje halen met een frikandel, noem maar op. Dan e-mail. Wanneer ga je stoppen met Psycho TV? Want je uploadt toch niet meer. Ik zal nooit stoppen met Psycho TV. Er zullen wel altijd zo wat time-outs in zitten en al, noem maar op. De DC. Hoeveel nachtjes slapen tot Dreamhack? Niet meer. Ben je bang voor je veiligheid in Zweden nu met al die terroristen daar? Ik ga in 2024, dus ik weet niet hoe het dan is. Dus die vragen van Dreamhack ga ik een klein beetje negeren. Vorig jaar stond je in een spookhuis als acteur. Waarom dit jaar niet? Omdat Welsie dit jaar niet een dingen heeft gedaan voor te acteren. Daarom. Maar volgend jaar ben ik weer al acteur voor Halloween. Wanneer is de volgende giveaway? Ja, binnenkort. Vrek Omatic 25.0. Ga ik tickets ook weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Dat laat ik binnenkort wel ook eens weten in een short movie. Ofwel ook wel in mijn vlog. Ook op de website dan ook al terug te vinden. De giveaway van Vrekomatic 25.0 binnenkort. Wanneer komt Doekie terug? Ik denk nooit meer. Maar ik mis hem wel. Doekie, ik denk nog heel vaak aan jou. Wat er allemaal is gebeurd en al, ik vind het gewoon erg. Ik wil het ook wel goed maken op een of andere manier, maar hoe? Ik weet het niet. Ik wil nog eens met u praten en al. En als je dus dit ziet, of iemand heeft dit doorgestuurd, laat me alsjeblieft iets weten, want ik wil praten met jou. Praten, 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 want met praten kom je redelijk ver mee. Nu Bea terug is van haar opname, zie je het zitten om ook een paar weken in te checken. Ik heb daar schrik voor, angsten. Zie jij veel verandering in Bea nu ze terug is? Ja, ik zie een grote verandering in Bea dat ze ook geen woedeaanvallen meer heeft. Goed zo, schatje. Je bent goed bezig. Echt waar. Top, 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 top. Ik ben trots op jou. Echt waar. Chris wilde zich destijds ook laten opnemen, maar het is er nooit van gekomen. Nu ze Bea terugziet, is dat een stap die zij zou durven nemen nu? Ik weet het niet. Maar de vriendschap tussen die twee, tussen Bea en mijn maatje, amai, dat spat er echt van los. Echt waar, dat spat van de muren af. Oké, slagroom of chococreme op uw ijsje? Chococreme. Hoe staat je dat belofte magneetvissen ervoor? Zomer voorbij, nu weer winter. En wel de volgende zomer. Ik ga niks beloven. Ik ga mijn best doen. Help me er nog eens alsjeblieft aan denken dan DC. Dat ik zeker eens ga magneetvissen voor jullie. Hoe verwacht jij echte vriendschappen op te bouwen als jij af en toe dagenlang verdwijnt? Ik weet dat niet. Ik ben blij met mijn vrienden rond mij, zoals Evelien, Chris, Glenn. En dan ook mijn partner, Bea, die echt nou letterlijk dicht bij mij is. Dus daardoor dat ik die niet in vriendschap steek, maar wel in partnerschap. Dus dat, het is een hele open partner voor mij. Voilà. Wanneer ga je het drugsfabriek weer af beginnen te bouwen? Daar ben ik stil 16 maanden ook mee bezig. Hoe lang zijn jouw broek
broekspijpen. Mijn broekspijpen die zitten altijd tegen de sokken aan. Wanneer is de laatste keer dat je in bed hebt geplast? Dat weet ik dus niet meer. Dat is echt zeer lang geleden. Heb jij zin nu? Ik heb altijd zin in vlogs maken voor jullie. Ik heb er altijd zin in. Ja, natuurlijk. Welke dag wordt in heel België gevierd, maar niet door allochtonen? Vaderdag. Oké, dat wist ik niet. TC heeft ook nog wel redelijk veel vragen dus achtergelaten, hoor. Dus we zijn er nog altijd niet vanaf. Zou jij de doodstraf willen terugbrengen voor de ziekste mensen als petels en monenaars? Nee, ik wil niet de doodstraf terugbrengen, maar wel de martelstraf. Dus dat zij ook heel hard worden, handmatig worden aangepakt en al en weten wat ze hebben gedaan in het verleden. Over Peters gesproken, hoe gaat het nu met Geert Ruud? Kan je nog eens een shout-out doen naar hem? Bij deze is dat ook gebeurd via DC uit, Geert Ruud. Ik weet niet hoe het daarmee gaat. Zie je het leven nog wel zitten? Ik zie nog mijn leven nog altijd zitten. Ook na deze hele harde tegenslag van Dreamhack Winter 2023 zie ik nog altijd mijn leven nog wel zitten. Wanneer krijgen we weer een Q&A met Bea? Ik zal dat wel eens bespreken met Bea, wanneer dat zij er ook nog wel eens wil doen. Dan gaan er weer al zo aparte topics aangemaakt worden, ook in de Q&A vlogs op mijn Discord. Ben jij ooit wel eens geslagen door je ouders? Natuurlijk, ik denk iedere kind. Wanneer ga jij verhuizen? Ik weet dat nog altijd niet wanneer dat ik opnieuw ga verhuizen. Heeft Chris al nieuw werk gevonden? Dat laat ik in het midden. Heb jij een kinderwens? Ik heb altijd een kinderwens, want ik zie kinderen echt dood graag. Echt waar. Dat zijn schatjes van patatjes op de wereld, hè. Kinderen, echt waar. Ik zie dat graag, hoe leuk dat ze spelen, ook op de speelplaatsen en al. En soms kunnen die wel echt heel mooie tekeningen en al maken. Ook, ja, bedoel dan zo op straat en al. Dat vind ik ook echt zo machtig, hè. En hoe ze met elkaar kunnen omgaan. Wauw. Wauw. Dus, ja. Ik heb wel een kinderwens ook om een kind op de wereld te zetten. Dat weer wel. Hoe drink je je koffie liefst sterk? Wat is jouw standaard aantal kopjes koffie per dag? 0. Gemiddeld 0 per dag. Alleen maar in het weekend. Dus zaterdag en zondag drink ik alleen maar koffie. Dat is meestal een halve liter dan. Op ene dag, hè. Poets je tanden wel vaak genoeg? Zie je nooit meer poetsen in de vlog? En je tanden worden weer geler. Ik poets echt waardig elke dag mijn tanden. Ik zeg dat niet elke keer in mijn vlog. Omhoog van, dan moet ik continu mijn tuinstapjes van maken. Maar als jullie daar zien zitten om daar dan, zeg het. Omdat jullie daar weer al graag zien zitten, dan doe je dat wel. Welke adblocker kan jij voor YouTube aanraden? Daar ben ik zwaar, maar ook zwaar op tegen voor adblocker. Omwille van, als jij adblocker gebruikt, als ik dat ooit te weten komt. Want dat zijn inkomstenverlies, zowel voor mij, ook als voor YouTube. Als ook voor die bedrijf die ook wel investeert op YouTube voor reclame te maken. Is piraterij legaal in België? Nee, piraterij is niet legaal in België. Dus blijf daar weg. Heb jij nog een stemadvies voor de komende verkiezingen? Nee, want ik ben totaal niet met de politiek bezig. En ik heb wel gehoord dat Vlaams Belang wel aan het opkomen is. Dat weet ik weer wel. Dat heb ik wel gehoord dat dat in Nederland heeft daar ook een hele zware omdraai gedaan in de politieke wereld. En nu dat ze dat hebben gezien, gaat Vlaams Belang ook in een keer omhoog. Ik weet dat dus allemaal niet, hè, hoe dat allemaal in elkaar zit. Oké. Doe jij nog wel lief naar Bea? Anders kom ik naar Begonialaan om jou een lesje te leren.
Nee, ik ben echt. Ik sla Bea, ik klop Bea en ook Kander. Noem maar op. Nee, ik ben echt heel lief voor Bea, echt waar. Ik ben echt zeer, zeer, zeer lief voor Bea. Oké, PlayStation, Xbox of PC Master Race. Dan pak ik liefst. Ik pak altijd, altijd, sorry als ik het zeg, computer. Ik ben een PC-gamer en ik zal altijd een PC-gamer blijven. Oké. Okay. Dan lust jij kibbeling? Ik ken dat zelfs niet, dus ik weet niet als ik het lust, ja of nee. Nee. Ik heb het nu opgezocht, heel snel DC. Kibbeling, kibbeling is een snack die bestaat uit stukken gesneden vis die in beslag worden gedompeld en daarna gefrituurd. Het woord kibbeling duidde van oorsprong op gezouten kabeljauw en zou een verbastering van het woord zijn. Voilà. Dan, ken jij Eminem? Wat is jouw favoriete liedje? Ik heb geen favoriete liedjes meer. Ik ken ook Eminem, dat is een zeer goede zanger. Parkeer jij liever achteruit of vooruit? Wel, achteruit. Ik parkeer altijd heel liefst achteruit. Ik geef het eerlijk toe. Ik geef het eerlijk toe. Zou jij, jouw boeleke het tot Zweden halen, denk je? Mijn boeleke zal het wel tot Zweden halen, maar terug? Dat is een andere vraag. Waarom luistert je nooit naar mij? Ik luister wel naar jou toe, want ik ben zelfs niet opgegaan naar Kinroy. Voilà, dan weten jullie dat. Pepsi of Coca-Cola? Coca-Cola, de echte Coca-Cola. Ofwel, als ik echt moet kiezen tussen de cola smaken, de cola van Everyday. Waar moet ik naartoe als ik ook afgekeurd voor werk wil worden? Bij wie moet ik mee aanmelden in de Belgische bureau? En hoe moeilijk is dat? Ik ben aankloppen bij Samenpunt. En Samenpunt heeft mij veel verder geholpen in de papieren wereld. En ja, noem maar op. Als je afgekeurd wordt als wijk, dan helpen hun ook u terug naar nieuw werk vinden. Noem maar op. Zoekt Bewal nog collega's? Ik denk altijd, maar ik weet niet hoe je daar moet solliciteren. Wil jij mijn poes nog eens zien? Nee. Ik zie wel poesjes graag, maar nee. Ik wil het niet zien. Ik heb jeuk en vreemde bultjes onder de gordel. Welke zalfje raad jij aan? Als ik een zalfje kies, is het meestal Nivea. En ik wil niet komen zwaard vechten met jou in bed. Is al het geweld in de wereld zinloos? Ik vind van wel. Mijn mening, ik vind van wel. Dus geweld is echt zinloos. Als je ruzie hebt, praat met elkaar. Praten, 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 praten. En daar kom je veel verder mee. Steun jij Palestina? Ik blijf daar in het midden. Ik ken het niet, Palestina. Maar ik keur geen ene oorlog goed. Geen één oorlog. Nee, geen één. Dan, mag ik geld lenen van jou? Nee, dat zal ook nooit, 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 nooit gebeuren. Hoe laat ga jij normaal naar bed op niet-werkdagen? Dat is meestal dan rond een uur of 1. En hoe laat sta jij op? Dan is dat rond een uur of 9. Hoeveel THC zit er in jouw... Dat ga ik niet zeggen. En ik weet dat ook niet. Ik geef dat eerlijk toe. Kan je eens een professionele food review doen op uw mama's eten? Wel... Volgende week ga ik weer opnieuw eten halen bij mijn mama en dan zal ik daar wel eens een kleine review rond maken. Heb jij
de afgelopen 2 weken gedaan om jezelf te verbeteren? Wat heb jij de afgelopen... Mij rustig gehouden, ook afzijdig gehouden, ook van YouTube en al. En alles tot wat tot bezinnen doen. Wat is jouw favoriete ras in Warhammer Total War? Die twee spelletjes speel ik niet. Waarom zijn bananen krom? Als ze rechts staan, vallen ze om. Ik weet dat niet. Dus ik denk dat dat naar de groeiing is naar de zon toe. Ik probeer het plot van familie te snappen. Kan je mij eens uitleggen wat er tot nu toe allemaal is gebeurd? Er is van alles gebeurd. En er gebeurt nog van alles. Ja. Yeah. Dus, dit was de Q&A van... Dus ook naar Jan toe, dus gelijk zijn zoon, die wil dus ook eens meegaan naar Dreamhack toe. Dus ja, ik kan geen beelden op Dreamhack maken momenteel. Ga naar de Dreamhack Discord server, daar worden ook regelmatig foto's gepost, video's gepost, heb ik gezien. Ook naar de YouTube linken staan daar redelijk veel Dreamhack video's staan ook op het programma. Ik ben nu YouTube even aan het activeren. Vlog. Ah ja, er zijn een paar vlogs die dus ook niet online zijn gekomen. Dus vlog bijvoorbeeld. Ik ga heel snel kijken. Vlog. 1680 en 1681. Waarom niet? Dat zijn problemen met de videobestanden en ik kreeg het niet opgelost, bij jammer genoeg. En daar had ik dan ook mijn Zweeds geld in laten inzien. Oké, okay, vlog 1682, 2 reacties opgekomen. Speciaal, ik kijk er naar uit om dit jaar weer 20 vlogs te zien met beelden van Jugges Christmas House. Yay! Ja, binnenkort ga ik ook terug naar Jurgis Christmas. Je had zelf naar Zweden kunnen rijden in plaats van naar Zandhoven te rijden. TC heeft zelfs uitgerekend hoeveel keer dat het naar Zandhoven is in afstand. Dat heeft TC wel eens, zeker eens, dus uitberekend. Dan gaan we door naar vlog 1679. Daar zijn in totaal 9 reacties op gekomen. Speciaal hoog tijd voor magneetvisvlog. Natuurlijk in de lente. Jupke, duimpje omhoog. Oké, die kreeg ook een duimpje omhoog terug. Eddie B, thanks. Eddie B, shout-out naar Eddie B. Dan Emiel. Binnenkort geen Q&A meer, want niemand stelt nog vraagjes. Oh jawel, want er zijn toch wel redelijk wat vragen binnengekomen. En je ziet ook hoe lang dat deze Q&A weer al duurt. Good bad. Duimpje omhoog, duimpje omhoog. Oké, dan geef ik u ook een duimpje omhoog. Emiel. Als Dimi nog maar denkt aan couscous in zijn mond, begint hij al te kolkalsen. Doe hem maar macaroni met hesp. Voilà, Emiel kent mij. Ik geef het eerlijk toe, ik heb het heel moeilijk met nieuw eten te leren proeven. Maak ik ook reclame. Voilà. Ik was even Fregomatic even aan het beantwoorden. Top. Voilà. Oké, dan. Bear Force One. Dimi, aangezien jij moeite hebt met Nederlands, zal ik mijn vraag in het Duits stellen. Dimi moet zich... Huh? Dat ken ik dus niet, hè. Ik ken geen Duits. Ik wil mijn tafel niet schilderen. Ik wil mijn tafel niet schilderen. Dat staat daar dan geschreven, maar ik kan het niet in Duits voorlezen. Dan, Encrypted. Amai, Q&A van 25 minuten. Je ziet wel dat er geen interactie meer is van de fans, hè.
Dat is hoe we al een klein beetje waren encrypted. Dus stel meer vragen, stel meer vragen. Fantube, duimpje omhoog, duimpje omhoog, duimpje omhoog. Awel, ik heb jullie ook weer al een duimpje omhoog ook, teruggegeven. Ik hoop dat jullie er hebben van genoten van de QQ&A. Ik zie jullie allemaal voor de volgende vlog weer al terug. Even gauw eens kijken wat er allemaal... Oké, dat is goed. Dus ik zie jullie allemaal zeker terug naar de volgende vlog toe. Hoe kunt je weten als er een nieuwe vlog of een livestream of iets anders er is gebeurd? Wel door op het belletje te drukken. Op het belletje, dan krijg je een notificatie dat er iets gebeurd is op mijn YouTube kanaal. Dus klik op dat belletje. Abonneer ook op mijn kanaal voor de community wat laten te groeien. Dan hebben we nog de like button. Like deze video als je deze video ook echt interessant vond. Als je niet interessant vond, doe ook even een like. Dan wil ik ook nog even terugkomen ook op het evenement van Freak-O-Matic. Ik ga dus naar Freak-O-Matic 25.0 naartoe. Wanneer is deze? Deze gaat door op... ik heb mij niet goed voorbereid. Sorry. Dus gaat door op 16, 17 en 18 februari 2024. De compos zijn al momenteel League of Legends, Counter-Strike 2, Rocket League, meer binnenkort. Aantal deelnemers zijn 1000. Kostprijs is nu momenteel €54. De adres is Schrovenstraat 22A 9280 Lebbeke, Belgium. Voilà. En ik zal er ook aanwezig zijn op die evenement. Op het opkomende evenement waar ik ook naartoe ga, dat is Jurgen's Christmas House Fan Meeting Editie 1.5. Waarom heet dat 1.5? Omwille van, ik heb een zomer- en een winter editie bij Jurgen's Christmas House. Zij organiseert opnieuw bij Jurgen een leuke fanmeeting. Wil je erbij zijn, laat via deze event weten als je erbij gaat zijn. Wie weet kan ik opnieuw voor een leuk klein korting fixen. Trek je kerstoutfit aan en kom samen met mij op de foto. Elke foto die daar genomen wordt door mij, wordt ook op de website online gezet. www.sakotv.be. Dus hopelijk gaan er mensen daar ook naartoe gaan. En dan de LAN-party daarop die ik dan dus de editie... hoe moet ik het zeggen? Het evenement daarop waar ik dan ook wel aanwezig ga zijn, is dus dan Freak-O-Matic 25.0. De editie dan daarop, dat ik dan ook ga aanwezig zijn, ik ga eens even kijken op LAN-party kalender van mij, op mijn website. Dus even gewoon eens kijken. Dus, Dus mijn eerste LAN-party wat gaat zijn, nu opkomende LAN-party, is Freak-O-Matic 25.0. Dan ga ik door naar 6-6-LAN. Zo ga ik dan ook wel door naar X-LAN 2.0. 2.20, zo is het, 2.20. Dat is direct het weekend daarna van 6-6-LAN, denk daaraan, hè. Voilà. Dus de X-LAN editie die gaat ook binnenkort ook op mijn Discord server verschijnen van ook van meetings en al dat jullie ermee dan daar ook kunnen kunnen zien aan het werk kunnen zien lekker gamen en al of we gamen dan ook wel eens samen of zo noem maar op of we gaan op de foto of je wilt een shoutout doen dat kan allemaal. Maar ja, nu ga ik het echt beëindigen met mijn vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo.